Superleuk dat je kijkt. Zoals je in de titel kan zien gaat deze video over de Beauty Gloss Party. Daar ga ik strakjes heen. Ik heb me al helemaal aangekleed. Bijna helemaal. Ik moet alleen mijn sokken nog aan. En ja, ik ga straks weg en ik heb er veel zin in. En ik dacht ik laat ook even zien wat mijn outfit is. En dan, ja. Dus daar ga ik even mee beginnen. Ik heb als eerste deze blouse aan. Van de Forever 21. Zwart-wit gestreept. Dan heb ik deze kettingen van de Forever 21. Dat zijn die drie, zeg maar. Die blauwe, die zilver en die roze. En dan heb ik hier die roze met dat balletjes van de HEMA. Dan heb ik deze twee ringen om. Die zijn ook van de Forever 21. En ik heb gewoon mijn donkere spijkerbroek aan. En ik doe zo mijn schoenen aan. En ik denk dat ik mijn roze Allstars aandoe. Het thema is Happy Girls Are The Prettiest. Is dit thema, zeg maar. En ik dacht, ja, want het ging van die Andrea Hepburn, volgens mij heet zij. Spiegel. Ja, dus ik kijk even, wat staat hier ook op mijn ticket. Andrea Hepburn. En zij is meer ja, van die jurkjes met de hoge hals. En dan strak bij je taille en dan uitlopend. En grote sieraden. En een beetje ook van die wijenrokjes en zo. Maar ik dacht, ja, happiest girls are the prettiest. Ik ben niet zo heel erg voel ik me happy in een jurk. Ik vind dat meer voor kerst of hele speciale gelegenheden. Maar ik ga liever gewoon in mijn spijkerbroekje met een mooie blouse. Dus ik dacht, ik doe dat gewoon aan. Dan voel ik me happy. Dus dan vind ik dat ook wel bij het thema passen. En ik heb mijn nagels ook gelakt. Heb ik deze. Dat vond ik leuk bij mijn ketting passen en bij mijn ring. Dit is Berry M. Even kijken, Greenberry. Dit is echt wel een heel fijn lakje en ja, die vind ik heel leuk. Ik moet nog even, ik heb het net gelakt, dus ik moet nog even eromheen nog even weghalen. Dus let daar vooral niet op. En op mijn lippen dacht ik leuk iets roze op mijn lippen. Ik heb verder mijn ogen gewoon rustig gelaten, zoals je kan zien. En ik heb mijn bril natuurlijk op, want anders zie ik niks. Nou, zie ik niks, maar dan ja, worden mijn ogen heel moe. Maar op mijn lippen heb ik de Rimmel Apocalips. En ik heb Stellar heb ik op mijn lippen en deze vind ik super mooi. Hij blijft ook goed lang zitten, want ik heb hem al een keer een dag opgehad. Deze is vrij nieuw. Ik heb hem al een keer een dag opgehad en toen bleef hij best lang zitten. Ik neem hem wel mee. Stel ik ga eten of zo, dan ja, gaat hij er wel sneller van af. Dus ik neem hem mee. Kan ik af en toe nog even bijwerken. En, voor de rest wat ik meeneem is dit tasje. Dit superleuke tasje. Die heb ik een keer bij een kringloopwinkel gekocht. Even kijken waar de rits is. En het leuke van die tas is als ik hem hier open doe, zit er dus een spiegel in, zoals je kan zien, en allemaal vakjes. Dus daar kan ik mooi mijn, ja, zo mijn lippenbalsem in doen. Heb ik hier al in zitten. En nou ja, ik zou eigenlijk mijn hele make-up tas mee kunnen nemen. Dat doe ik niet. Ik neem alleen even wat voor mijn lippen mee. Ik heb nog een flesje drinken mee, geld mee, pinpas mee, mijn ticket mee. Ik heb een lunchpakketje mee. En gewoon nog, ja, dat is het eigenlijk. Dus ik neem niet zoveel mee. Ik neem een klein tasje mee, want anders loop ik de hele dag met die tas. En ja, ik ga er zo heen. Ik heb er super veel zin in. En ik ga mijn camera niet meenemen, heb ik besloten. Ik dacht, zou ik het doen, zou ik het niet doen. Ik neem wel gewoon mijn mobiel mee natuurlijk. En daar kan ik foto's mee maken. Dus misschien dat daar nog wat foto's hiervan achteraan komen. Sowieso laat ik even, als ik thuis weer ben, dus of vanavond of morgen of zo, even de spullen zien die ik heb gekocht en gekregen en gedaan. Laat ik even alles zien. En dan vertel ik even wat ik ervan vond. Dat leek me wel leuk om ook daarna nog even een stukje te filmen. Dus ik ga zo mijn nagels nog even opruimen. En mijn schoenen aandoen en dan ga ik weg en ik heb super veel zin in. En ja, jullie zien me straks alweer als ik terug ben. Over gaat helemaal nog iets te zeggen hoe ik mijn haar heb natuurlijk. Ik heb een watervalvlecht, zoals je kan zien. Mijn moeder heeft die gemaakt, zeg maar hier en dan naar achter. En achter zit hij vast, gewoon met een clipje. Want ik wou graag mijn haar los, maar niet helemaal los, want dan is het gewoon vervelend. Zit het in mijn gezicht, dus ik had dit bedacht. Ik heb ook laatst namelijk mijn haar weer onder wat sterker weer geverfd. Ik weet niet of je het heel goed ziet op de camera. Maar dat heb ik met dat L'Oreal pakketje gedaan. Superleuk. Vorige week heb ik dat gedaan. Dus dacht ik, nou zie je dat ook leuk als ik het los heb. Dus ja, dat is mijn haar. Ik dacht, dat moet ik ook nog maar even vertellen. Dus bij deze. En dan ga ik nu echt verder met me klaarmaken om te gaan. Doeg! Hoi! Het is nu 20:30. Ik ben thuis. Dus het is al een beetje donker aan het worden. Nou, het valt op zich nog best wel mee, maar mocht het licht een beetje raar zijn, dan weet je waardoor dat komt. Maar ik ben dus net thuis van de Beauty Gloss Party. Het was echt super leuk. Echt heel leuk. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Maar het was heel erg leuk. Ik zal gewoon even vertellen wat ik allemaal heb gedaan en zo. Eerst, nou ja, ging natuurlijk naar Amsterdam met de trein. En toen moesten we even in de rij staan om naar binnen te komen. Toen waren we binnen en toen was het super groot en super leuk. En toen zijn we als eerste de linkerzaal zeg maar ingegaan, de kleine zaal. En of nee, we hebben, ja, volgens mij wel. En er was een steentje en daar verkochten ze allemaal Wet n Wild make-up voor €1. Dus daar wouden we heel graag heen en snel in het begin, zodat niet alles al weg zou zijn. En dat hebben we geweten, want het was dringen en duwen en het was echt heel erg drukkend bij dat steentje. En ja, het was gewoon bijna niet leuk meer, zeg maar. Dus, en ik hou helemaal niet van het duwen en dringen en zo. Maar goed, ik heb wel een aantal leuke producten daar nog gekocht. Die laat ik ook zo even zien. En toen zijn we naar de grote zaal gegaan, want toen was de opening. Dat was super leuk, want toen kwam Masha binnen. En, ja, dat was super leuk. En toen hebben we daar wat rondgelopen, nog even weer wat gekocht en zo. We hebben ook nog daar, kon je naar boven, hebben we de Inglot workshops gevolgd. Vonden we niet zo heel leuk. Ze maakte gewoon iemand op en daar vertelde ze wat bij. Dus dat was, ja, we hadden wat meer verwacht zeg maar van een workshop. Want nu keken we eigenlijk hoe zij iemand opmaakte. Was op zich ook wel leuk, maar ja, we hadden wat meer verwacht. We hebben ook nog, even denken, daar nog wat, je kreeg muntjes. We hebben daar van die muntjes een cupcake en een Ben & Jerry ijs gekocht. Dat was super lekker. Even denken wat we hier hebben gedaan. Ja, ook veel bij knaapjes gekeken, dingen gekocht. En we hebben ook ons laten waksen. Ik was trouwens met een vriendin daar, dus als ik over we zeg, ja, we hebben alles gewoon samen gedaan. Dus als we we zeggen, dan heb ik dan van mij en mijn vriendin, zeg maar, een vriendin. En daar hebben we laten waksen. Ik heb mijn bovenlip laten waksen en zij had haar wenkbrauw laten waksen, dus dat was super leuk. En even denken, ja, we hebben gewoon veel kruimsoap bezocht en dingen bekeken. En ja, het was echt super leuk. Het was echt heel leuk. Wel heel druk en veel wachten. Maar ja, dat ja, hoort er wel een beetje bij, denk ik, als je naar zo'n groot event ding gaat. Maar nu zal ik even laten zien wat ik allemaal heb gekocht en gekregen. Ik begin maar met deze grote goodie bag. Die was van de Beauty Gloss Party zelf, zeg maar. Die, ja, die kreeg je bij het weggaan. Als eerste was de cake pops. Dan kan je daar zelfs cake pops maken, dus dat was super leuk. Van Dr. Oetke. Inlegkruisjes van Libresse. Van, ik weet echt niet van wat het is, Remington. Zo'n borstel met spiegel in één. Andrelon mousse voor volume. En daar heb ik ook nog een ander dingetje van gekocht. 2 tijdschriften, Fashionista en de Kratie. Wel oude tijdschriften, maar ja, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Een armbandje, ik weet eigenlijk niet eens wat erop staat. Oh, is van de Fashionista. Fashionista. Fade stijl is Eternal. Nou ja, voor eeuwig in het Engels. Dan weet ik niet hoe ik het uit moet spreken. Mascara van de Essence. Deze schijnt best wel goed te zijn, dus ik ben benieuwd. Vrij grote borstel. En dan dit vind ik super leuk. Marc Jacobs Coca-Cola. Echt super leuk. En daarvan ook nog een sleutelhanger. Ook van Marc Jacobs. Een She drankje. Deze Hawaii Flower en Oil. Dit is een douchegel. Oh, staat weer mijn neus. Het ging in mijn neus, helaas. Deze ruikt super lekker. Want deze zit nu ook in mijn neus, dus ik kan hem goed ruiken. Maar dit ruikt super lekker, gewoon lekker fris. Dus ja, ik ga het zeker even gebruiken. En een body lotion die ook al in mijn neus was gekomen in de trein. En deze ruikt een beetje, ja, vanille. Dat is wat in de goodie bag zit. Ik stop het even allemaal terug. Dan heb ik nog een goodie bag van de waxbar. Daar heb ik dus mijn bovenlip laten waksen. Dat deed echt nauwelijks pijn. Ze deed eerst deze er wat wax op. Dat liet ze dan hard worden. Het stond wel een beetje de wax, maar goed, dat is... Klein detail. En dan halen ze het af. En even voelde ik, zeg maar, een beetje... Ja, stel je plakt een plakbandje op je bovenlip en die haal je eraf. Zo kan je het vergelijken, zeg maar. Dus het doet wel, ja, je doet wel een beetje pijn, zeg maar niet zo... Ja, heel erg pijn. Als je snapt wat ik bedoel. Een flesje water, dat was wel even lekker. Een flesje water, ik heb hem ook al voor de helft op. En dit vond ik wel heel leuk. Dit is zo'n handschoen en daar kan je dan je lichaam mee scrubben. Dus dat is wel leuk voor onder de douche. En dan gewoon een... Ja, bonnetje van de waxbar. Ik denk dat die was van de waxbar. En dan Dr. Van de Hoogtasje met alle dingen die ik heb gekocht. Ik heb best veel gekocht. Maar er waren ook heel veel goede aanbiedingen tussen. Ook nog iets wat ik gratis heb gekregen. Een Inglot lippenbalsem. Dit is nummer 26. Ja, volgens mij is hij niet zo heel erg boeiend. Ik krijg hem niet open. Ja, hij is open. Ja. Ja, gewoon een lipbalsem. Dus dat is misschien wel leuk. Ik kreeg hem ook gratis. Van Inglot dus. Een beetje een wit kleurtje. Dus dat is wel leuk. Dan heb ik nog 4 maskers gekocht. Er waren 4 maskers voor €5. Ik heb deze. Diepreinigend en herstellend. Deze rode met besjes, denk ik, staan op de voorkant. Verkwikkend en verzachtend van met persik. Deze diepreinigend en egaliserend. Deze, ja, probeer te kijken wat voor geur of smaak het is. En niet smaak, maar wat voor... Nee, goed. Deze dus. En kokos, stimulerend en verfrissend. Dus ik ben benieuwd naar die kokos. Ik ben echt benieuwd naar alle 4. Dus dat is superleuk. Via 4 maskers voor €5. Dat is het. Dan Rimmel, die had een super goede actie. Daar hoorden wij later van. Dat was een actie. 3 producten voor €15. What? 3 producten voor €15. Ja, je hoort het goed. Dus ik zei meteen, oh ik kan het niet uitspreken. Apocalips. Van de Rimmel, als ze die hebben, dan wil ik die actie ook. Want ik had dus deze, die had ik ook op. Dat had ik ook hiervoor al laten zien. En die is gewoon super fijn en super leuk. Dus ik dacht, oh, even kijken daar. En toen had ze die daar ook. Dus ik heb deze 2 nog gekocht. Dit is nummer 101 Stellar Celestial. Ja, Celestial. En deze nummer 100 Phenomenon. En dat zijn allebei, ja... Dit is echt een nude en dit is een meer rozige nude. Dus dat is super leuk. En ja, ik vind ze, ja, die roze die ik dus had, die vind ik echt prachtig. En die blijft ook super goed zitten. Dus super leuk. Dus heb ik deze 2. En dan moest ik nog een derde product natuurlijk. Dus dan heb ik deze poeder, steenmatpoeder van ook Rimmel. Dus die 3 producten voor €15. Dus ieder product... gewoon voor €5. En deze zijn normaal €11 per stuk in de winkel. Dus nou ja, reken uit je winst. Dus dat bij de Rimmel. Dan Andrelon styling had ik ook nog gekocht. Namelijk deze poeder. Dit is volumepoeder. Die kan je dan op je haar poederen. En dan krijg je volume. En dat wou ik al een tijdje. Nou ja, die hadden ze hier voor €4. Dus super leuk. Dus kan ik met de mousse die in de goodiebag staat, kan ik die dan uitproberen. Dus ja, super leuk. Ja, hier ben ik ook wel blij mee. Ik ben benieuwd hoe dat werkt, want ik heb dat nog nooit eerder zoiets gebruikt. En dan deze tas. Hier zit echt mooie spullen in. Eerst laat ik even de spullen zien die ik hier had gekocht bij Enchantra. Dat is een webshop. Die hadden ze hier ook spullen. Daar heb ik 3 dingen gekocht. 3 hele mooie dingen. Als eerste is dit nagellakje. Golden Rose, Jelly Jewels, ik weet niet welk nummer dit is. 115 denk ik dat dat het nummer is. En die is wit met confetti kleuren. Dus dat is super leuk. Ik ben benieuwd hoe die dekt ook. En dan heb ik mijn allereerste China Glaze lakje. Deze hele leuke felle roze. Dit is nummer... Nee, geen nummer. Escaping Reality heet deze. Die is super leuk, super fel. Daar hou ik wel van. Ja, leuk. Dit is altijd leuk op je teennagels en ook op je vingernagels is het ook leuk. En dan deze. Mijn eerste Sleek product. Dus mijn eerste China Glaze product en mijn eerste Sleek product. Welke heel lang. De Sleek Rose Gold natuurlijk. Ik zou straks van alle producten nog even een close-up achter elkaar doen. Zodat je het ook even goed kan zien. Sleek Rose Gold. Het is een beetje peachy-achtige kleur met een gouden glans. En dit is echt... Oh, die is echt zo mooi. Oh, sorry voor de spiegeling misschien. Ja, hier ben ik heel blij mee. Ook ik zou nog even de prijs zeggen. Dit lakje was €4. China Glaze lakje was €6. En de blush was ook €6 van Sleek. En dan, dus wat het kraampje waar we als eerste waren. Dus dat kraampje waar alles voor €1 was, heb ik ook 8 dingen gekocht. Als eerste een Wet n Wild Curl of Nail File. Dus zo'n gebogen nagelvel. Ik dacht dat nagelvel is altijd handig. Die verslijt ik altijd. Nou, best wel. Dan een lash extender. Wimpers uit een flesje. En wij wisten eerst niet wat het was. En toen keek ik even in de trein. Ik zal hem ook even laten zien aan jullie. Dus best leuk. Het ziet een beetje gek uit. Zo. En dan doe je de eerste open. Dan heb je een dun kwastje. Ook een dun kwastje. En dan doe je de tweede open. En dan heb je een iets dikker kwastje. Dus dan kan je dus een beetje opbouwen, denk ik. Dus dat is best grappig hoe dat dan zit. En je schijnt hier dus hele lange wimpers van te krijgen. Dus dat is altijd fijn. Dit mooie lichtroze lippenstiftje. Dan nog van Wet n Wild dit Eye Sparkle. Dit is met een bloemetje. En dit is dan oogschaduw met super mooie kleurtjes. En dan van Wet n Wild nog twee dingen. Is de Wet n Wild Gonna Glow Illuminating Powder. Dit is een soort, ja, bronzer, highlighter-achtig iets. Super mooi. Daar waren ook nog meer, was ook nog echt een roze van, maar die was... Die waren allemaal een beetje stuk, dus dat is jammer. En dan nog deze, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dit is de Wet n Wild, dat wenkbrauwkitje. Brow Essentials. En wat zit nog iets onder? Oh, en een spiegeltje. Dat is handig, kan ik mijn kale bovenlip zien. Ja, dat is echt leuk, want het gewakst is mijn bovenlip. Maar goed, dus die ook. En dan nog twee lakjes, maar die zijn niet van Wet n Wild, maar van Vogue Cosmetics. Dat is zeg maar ja, hun huismerk van die webshop die daar was. Of van die shop die er was. En dan heb ik twee hele mooie kleurtjes gekocht. Deze een beetje ja, oranje-roze kleur. En deze knalroze kleur. Die vind ik super leuk. En de flesjes vond ik ook gewoon heel mooi uitzien. Dus die. En dat was dus allemaal wat ik hier liet zien. Al die ja, 8 producten zeg maar. Die waren €1. Dus ja, dat is alles wat ik heb gekocht en gekregen en gedaan. Enzovoort enzovoort. En ik ja, vond het echt super leuk. Super gezellig ook. En... ja, ik ben blij dat ik ben gegaan. En ook, ja, het was gewoon super leuk. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Het was echt heel erg leuk. Echt leuke dingen gekocht. Leuke aanbiedingen ook. Dus dat is ook altijd leuk. Gewoon voor weinig wat winkelen. Daar hou ik altijd weer van. Ja, het was super leuk. Ja, ik weet echt niet wat ik nog meer moet zeggen. Dat was het, denk ik. Nou, als je me wilt volgen op Instagram, kan je dat natuurlijk doen. Ik heet Girl on the White Bike. Je kan ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk, kan je dat doen. Je kan ook een reactie plaatsen. Mocht je ergens nog wat uitgebreider iets over horen, dan moet je dat zeggen. Dan kan ik dat misschien wel even nog uitgebreider laten zien. Je kan ook een reactie achterlaten als je iets wil vragen natuurlijk. En je kan deze video liken. En dat was het. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!